Yo, Valendraris! Tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Tof dat jullie kijken. Echt heel tof. Oké, ja, welke... Vandaag gaan we... PD. Ja, Bowling Point. Een van onze favoriete missies, hij is van Jimmy. En als jullie deze game niet kennen, PD. Het is een gewoon een game met allemaal overvallers die banken overvallen en zo. Compilations. Ja, heb je er genoeg van. Want ja, we hebben al heel veel grappige dingen meegemaakt. Dus ja. Iemand die door de muur heen loopt. I know. Ja, I know. Maar ja, er zijn nog 2 abonnees, dus abonneer even en maak dat grote ding even grijs. Dan gaan we nu over naar de skillset en perk deck. Als primary weapon gebruik ik de Vulcane Minigun. Als secondary de Broomstick Pistol. Ik speel als Bodhi en ik heb de Simon Mask, de Melee, Overkill, Boxing Gloves, Turbo, Metros, Grenades, Perk Deck Rook. Hij is bijna af. Skillset gebruik ik Inspire en Joker Cops. Niet helemaal. Ik gebruik ook nog Transporter, alleen voor de Bags. Check of All Trades en Trouser en Street Grip. Sneaky Bastard en ja, No Blow en Swansong. En ik gebruik Cloud 2 Ballistic Flash en ik heb First Aid Kit en als secondary ammo bag. Dus laten we naar Vince zijn skillset overgaan. Oké, nu zien jullie mijn beeld. Dan ga ik naar inventory. Ik speel als... Kalaka als masker, ik heb een punt. Ik heb de Volcano Minigun als primary. Ik heb de Cobra 90 Super Machine Gun als punt. Ik heb de Overkill Boxing Gloves. Ik heb de Matroski Grenade. Ik heb Fur Deck, heb 8 van de 9. Armor heb ik Lightweight, de best liquid vet. En als dus ja, laten we overgaan naar de missie. Oké, we zitten bijna in de missie. Ik ga de ammo bag, de doctor bag en de grenade case kopen. En dan ja, ha, dus gaan we ready, hè? Oh, nou, zeker ready. We spelen very hard. We zijn... Hard? Ja. Ja, 100%. Als ze die muur laten exploderen, komen er al dozers. Ja. Oké, dus we zijn... Ik heb een jacket met zijn band. Ik heb pak de C4's, oh wel. Ik heb de C4, kunnen. Ik pak even meteen Convert Enemy. Oké. Okay. Je hebt die skillset, je hebt die Joker Cops nog niet. Oké, dat is even dan. Ja, doe dat gewoon. Oh, jouw ziekelijke aim, Harry. Ik ben echt blij met mijn setup. Alleen, ik snap wel niet voor een dingen. Voor een scope of een laser. Ja, een site, ja. Maar dan moet je zo... Die kun je kopen met Continental Coins. En ik heb zo'n grote suppressor voor mijn judge. Die had ik niet, maar die wou ik heel graag. Want ik kan zo'n stealth build maken. En je moet onderste taaltje zetten, drukken. Oh, dat is niet chill, bro. Ik wil die ook gaan kopen. Wacht even, de eerste NTR. Dus een bulldozer. Bulldozer neer. Heb ik die andere convert nog steeds? Ja, nee, die is dood, dus kan ik die gewoon even converten. Ja, weet je welke missie dat chill zou zijn? Zo, ja. Weet die missie, je moet maar. Waarom shoot je weer, man? Was een kat. Man. Nee, grap is niet echt, hoor. Maar eigenlijk, hè, deze missie, hè. Ik weet ook dat we deze hadden opgenomen op hard, maar ja, toen. Dat was. Zeg je? Nee. Ja. Is dit ook je favoriete missie? Ja, toch, hè? Ja, voor mij wel. Ik snap dit. En dan, ja, wij kunnen deze zelfs, die gast is tegen slecht.
Hij is echt level 10 of zo. 31 en heeft maar 4 first aid kits. Ja, instant kick. Mensen, als jullie een leuk challenge vinden, een voor ja, ja. Ja, ja, speel ja, speel alleen maar met Fugitive en Ghost. Dus dat wel in Swansong en geen Inspire of Joker Cops of zo hebben. Dat is echt heel klote. Maar misschien ook met alleen maar pistols of zo gebruiken. De dubbele Judge Shotgun, secondary Judge Shotgun. Gewoon 3 Judge Shotgun. Of gewoon de Judge Shotgun perk deck of zo, weet ik veel man. Mhm. En ja, we zijn wel goed genoeg om deze missie te halen. Dit is de missie die we eigenlijk... Dit is de missie, hoe zeg je dat? Die je altijd gewoon het makkelijkste in 4... Als we down gaan, gaan we op de raarste manieren down. Op zo'n domme maniertjes. We gaan echt down op de top. In deze missie, want we gaan nooit down door bulldozers of zo. Nee. Lekker hoor. Die muur, hè? Ja, hij is klaar. Bert, wacht, hij is locked in. Je moet nu even wachten voor dat hij die muur laat exploderen. Oké, ik ga de dingen verbergen. Zie je dat? Wauw. Ja, ja. En daarom neem ik ook met mijn PlayStation op dan eigenlijk. En dan moet ik dat knippen. Maar dat gaat wel lukken, maar dan misschien een beetje glitchy. Omdat ik voor dat hij is wel dood. Oh nee, hij was nog niet dood, wat? Lekker. Ik weet niet wat hij deed. Echt heel graag. En dat was leuk voor onze reclamevideo. Want ja, deze video komt op zaterdag online. Dus ja, we uploaden de dinsdag Fortnite, de donderdag een live video, of een real live video. En de zaterdag, ik kon hier Fortnite zeggen, hè? PD video. En als je die info video niet hebt gezien, is vandaag ook online gekomen. Mm-hmm. Ja, vandaag. Wij nemen het op. Ja. En dan leggen we ook uit. We nemen op een vrijdag nu, hè? Ja, vrijdag. Het is zomer, maar het weer is redelijk slecht, want ze hebben gezegd dat rond 5 uur en 4 uur 80% kans op regen. Ja, en plus bliksem. Dus ja, lekker. Lekker. Waarom kan je die converter? Hè? Ah ja. Ik ga die zaterdag online zetten, dus ik dacht, waar dat deze op komt. Ik heb het niet per se heel slecht, alleen we hebben het gewoon, we vouwen het weg, dat is zo cringe, die video's. We wouden het gewoon niet meer. En toen maakt het niet uit, want ja, de eerste interview deed ik op 2000, die heeft veel. Had die maar 2000. Ja, op veel meer graag, dat is het chill. Hij is bijna klaar, hoor toch? Voor Kim Jong-un. Ik ook gisteren, maar ik had dat Kim Jong-un dat spam was in zijn WhatsApp. Nee, weet ik veel, ik was zo tegen Kim Jong-un bezig met nieuwe bommen. Toen vond ik die foto op Google en dat was echt perfect. Ik wou gewoon die, dat was echt gewoon perfect. Weet je nog, in de groep van de ja, die Fortnite groep, maar dan was Kim Jong-un en dan de Herman Pies en zo. Oh my god. Oké, we kunnen door naar de lab. Gaan we dat niet gewoon dus
Ik kan even ik kan een ammo bag plaatsen dan in de scanner room, oké? Okay? Dan plaats ik wel een ammo bag. Kun jij er nog twee? I know. Laat mij er maar eentje plaatsen dan. Nee, ik kan even eerst de scanner room vinden. Weet je jongens, als Arie niet of zo, als Arie niet nu een kusting gaat, dan neem ik het heel voor dat is een beetje saai om anders zo te wachten. Ja, en weet je, we gaan hem proberen om zo snel mogelijk gewoon uit te halen. Ik hoop niet, staat hij binnen? Nee, dat geeft toch het. Oh joh, shit, ik had het niet door. Ik ga even een briefcase pakken, want ik weet niet wat dit ding hebben nodig. Echt heel erg, waar is dat ding? Nou, je weet hoe snel je dat ding hebt, hoe beter gewoon, want dat ding is echt een mess up. Ik ga even wat lichtje aan zoeken. Hoeveel gaan we lichaam? Gewoon 4 toch? Want ja, deze missie op ver is super moeilijk. Ja, ik heb een body, moet ik die al? Ja, breng hem maar gewoon naar de scanner. Nee, dit is niet. Ah, waar is die briefcase? Heb je nog een body? Is er eigenlijk onthuis ook een stamp of zo? Want ja, je kunt nu slaan met die boxing gloves. Niet per se dat ik. Niet per se dat. Het zou wel handig zijn als je moet en niet helemaal wil doen, maar gewoon even stampen. Met zo'n honkbakknop of zo weet ik veel. Ik heb even mijn ammo bag plaatsen. Ik heb gewoon even mijn ammo bag geplaatst. Ik. Hey, dus je hebt niet per se. Tegen deze, hè? Ik zweer, ik ga het echt voor je doen. Ja, als we wel hoe hoger. Scan gewoon meer, scan meer, scan meer, scan meer, scan meer. Ja, scan gewoon. Ik zweer dat tot we gewoon genoeg hebben of zo. Niet dat ik het nog nodig heb, maar. Nee, weet je wat? Oh, echt? Oh ja, dat is wel chill. Dat is echt super chill. Hoeveel body is dit eerste of tweede? Dit is de tweede. Echt? Oh ja, dat is het. Inderdaad, dat is de tweede. Ik hoop dat deze nog een beetje dingen hebben of zo. Paar rippies. Zoek of niet de Russische tekens erop. Er komt iemand gejoind. Oh my god, ik ben bijna klaar met de drill. Oh my god, nu moet ik hier helemaal opnieuw starten. Dat maakt niet uit hoor, maar ja. Dit is toch de missie van Jimmy? Jimmy? Hè? Is het de missie van Jimmy? Ja, van Jimmy, ja. Die doet dus level 85. Ik heb. Dit is de eerste keer dat ik Bonnie tegenkom. Die vrouw, zo die dikke vrouw. Dat is de eerste keer dat ik die tegenkom. Is zo, ik vind dat echt het lelijkste, gewoon de lelijkste heister het hele spel. Oh, die gaat aan de bag te pakken. Kan dat? Ik denk dat ik die gewoon ga kicken hoor. Ik vertrouw die nu. Ja, die elektriciteit, ja. Die bozer kun je gewoon aan, dat is niks. Oh, ze hebben twee tozers. Er waren twee freaking bulldozers. Deze kleine boren, die zijn echt zo. Dat zijn echt de slechtste boren in het hele spel. Literally, maar dat is echt gewoon. Dat zijn echt de grootste boren in het hele spel. Iedereen heeft echt een scheidhekel aan die dieren.
Dat die zo krabbel slecht zijn. Het vast. Je hebt zelf hetzelfde ideetje bezig gezegd. Oké, volgende. Die reclamevideo, hè? Die loopt, je moet echt gewoon tot het. Ik zeg het nu tegen de kijkers. Het reclamevideo. Het reclamevideo. Goed, je Nederlands. Je Nederland, hè? De reclamevideo moet je echt gewoon tot het einde kijken. Of dan zeggen we nog iets dat gewoon speciaal is. Als je het wel. Gewoon kijk de hele video af. En dan snap je wel wat ik bedoel. Want ja, er wordt ook heel schild. Deze is gay, dus daar. Gisteren. Ja, wij nemen die één dag na het hij online is gekomen met die video. Oh, kijk, fucking klokers! Blijf eraf. Tegenin. Nee, maar ik zag er opeens die twee klokers literally bij elkaar. Adem. Oh joh, ik schrik me helemaal die kloker. Zes, kom even inspireren. Inspireren was het, thanks. Bonnie staat voor een jeep. I had the power of me. It's my choice. Waarom zing als ik dit... Holy shit! Even mijn ik wegpakken. En wat ligt er aan? Wat ging er door de muur? Ja. Hij vindt nog één pack en dan kunnen we gewoon wegwezen. Je kunt maximaal maar vier mensen zo scannen en er zijn ook maar vier mensen. Is het. Ja, wij worden niet gesponsord door deze scheldwoorden. Want die NP er zitten veel scheldwoorden als jullie het horen. Gesponsord zijn de scheldwoorden. Ja, dat... Meer gewoon 2 miljard. Dus... 50 euro op je melk al. onze hele video vol schat te worden. Hey, val een kutje of zoiets, gewoon van die zet of zo. Nou, zo erg is dat toch niet. Je wil gewoon, het is niet serieus bedoeld, oké? Het is allemaal mee. Ja. Ja. Echt super leuk. Deze missie is echt kei cool. Maar wij praten zo onder die missie. Maar wij praten echt zo die random gek dingen gewoon onder die missie. Als elke gesponsord wordt, dus geld worden. Ik weet het niet, man. Ja. Maar ik heb een vraag aan jullie. Welke video vinden jullie het leukste om te zien? Dus van alle drie de video's. Van de drie video's die online staan, die we zo doen. Van Fortnite, Real Life en PD. Ja. Welke vind jij... Welke... Ja, we hebben alle bags al. Je hebt Fortnite D. Hoe bedoel je Fortnite D? Dat kun je toch zo, dat staat toch letterlijk hier. Got him. Ik hoef vertrekken gewoon. Nu gaan we naar boven. Ja, dus we escape eigenlijk een beetje. Ja, ik laat hem man. Waarom gaan we ook via deze kant?
Lukt wel. Ja, ja. Hey, bulldozer, alles goed? Dat dikke... Muur is dit. Zijn Russische meisje, de Russische... Hoe die allemaal zo in de lucht springen. Oh, zo durf, bazaal. Ja, ja. Dus gewoon tot ze er gewoon bij de, bij de escape zijn eigenlijk. Grenade case. Ja, ik ga even het ammo pakken, want weet ik veel, lijkt me gewoon chill. Ja. We eindigen met de missie, komen allemaal mensen nog met geld en wat puntjes en wat extra. Boeit mij het. Die Skywalk Tony, die komt niet zo naar de escape, dus ik weet niet, maar dan boeit hem ook niks meer. Hé, die gast is even met 4 en level 94. Hij mag blijven. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik word niet even mee doen. Hij is dan Nero. Ik 25 is maximaal. Wat is zo Sydney? Die speelde als Sydney. Nee. Ik stond er al. 4 millies. En dan moet je 3k minder aan spenden in cash. Oh. Ja, ik kan gewoon nog. Ik ben level omhoog. I know. Jij bent ook level omhoog. Ik pak de rechter. Ik had een maskertje kunnen krijgen. Oké, masker! Ik heb Pumpkin King. Ik ken die. Dat is die. Ja, dan zit er nog maar één ding op te zeggen, denk ik, jammer genoeg. En dat is. Ciao, Valendraris. Ciao!